De internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen wordt vandaag, 25 november, herdacht. Een dag die wereldwijd aandacht vraagt voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. Van 25 november tot 10 december, de internationale dag voor de rechten van de mens, vindt de 16 Day of Activism Against Gender-Based Violence campagne plaats. Deze periode benadrukt volgens de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken, Stephen McAndrew, de noodzaak om gendergerelateerd geweld te bestrijden. De kleur oranje is internationaal gekozen en symboliseert de hoop op een toekomst zonder geweld waarin vrouwen en meisjes hetzelfde recht hebben op veiligheid en kansen als iedereen. Het thema voor dit jaar gekozen door de UN Women Multi-Country Office Caribbean luidt als volgt. Push forward, invest to end violence against women and girls. Geweld tegen vrouwen en meisjes blijft wereldwijd de meest voorkomende en wijdverspreide mensenrechten schending. Geschat wordt dat wereldwijd 736 miljoen vrouwen, bijna 1 op de 3, minstens 1 keer in hun leven te maken hebben gehad met lichamelijk en of seksueel geweld door een intieme partner, seksueel geweld door een niet-partner of beide. In het afgelopen jaar heeft bovendien 1 op de 8 vrouwen en meisjes tussen de 15 en 49 jaar geweld van een intieme partner ervaren. Minister McAndrew zegt dat in 5 landen uit het Caribisch gebied, waar nationale onderzoeken zijn uitgevoerd om gendergerelateerd geweld te meten, de cijfers aantonen dat gemiddeld 46% van de vrouwen in hun leven tenminste 1 vorm van geweld heeft ervaren. In Suriname komt geweld tegen vrouwen helaas nog veelvuldig voor, soms zelfs in brute vorm met de dood tot gevolg. Geweld heeft gevolgen voor zowel het individu als ook de samenleving. Die kunnen resulteren in negatieve effecten welke nog voor vele generaties voelbaar zijn. Vandaar dat het zeer belangrijk is om een halt toe te roepen aan dit geweld. Uit het landelijke gezondheidsenquête onder vrouwen voor Suriname 2019 is naar voren gekomen dat naar schatting ongeveer 50.000 vrouwen in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar 1 of meer handelingen van fysiek en of seksueel geweld ondergaan dat gepleegd is door hun mannelijke partners. Minister McAndrew benadrukt dat ongeveer 1 op de 3 vrouwen die huiselijk geweld hebben ervaren, haar ervaring nooit bekend heeft gemaakt en dat de meeste overlevenden geen hulp hebben gezocht of ontvangen.